Een man loopt met een fiets aan de hand door een lange, donkere gang. Misschien word ik wel de eerste slechtziende wielrenner die door middel van het 5G-netwerk solo aan een baanwedstrijd mee kan doen. Dat zou ik echt fantastisch vinden als dat kan. Beeldtekst. 5G is samen vooruit. De man maakt zijn fietsschoenen vast en gaat op een fietstrainer zitten. Plots is hij buiten op straat aan het fietsen en dan weer binnen op de trainer. Als klein jongetje had ik altijd al de droom om topsporter te worden. Hij trapt hard door, zijn handen op het stuur. Heel lang leek dat niet te kunnen. Ik heb zichtsvermogen van 1%. Ik kan het vergelijken met dat je 2 plastic zakjes over elkaar heen doet en voor je ogen houdt. Het wordt wazig. Het is echt een soort van groot mistveld. Op de fietstrainer gooit de man nu alles in de strijd. Ik ben Tristan Bangma. In het dagelijks leven ben ik topsporter. Ik ben tandemwielrenner. Hij fietst achter op een tandem. Toen mijn ogen minder werden, ben ik samen met mijn vader naar een oplossing gaan zoeken. Kwamen we bij oud-wereld- en Paralympisch kampioen Jan Mulder terecht. En die zei gelijk, ik heb 10 tandems in het hok hangen. Jullie mogen wel 1-3 maanden proberen. We waren eigenlijk na de eerste rit al verkocht van dit is het, we kunnen gewoon verder. Maar toen had jij op een gegeven moment was ook iets van... Nu wil ik meer. Het ziet er heel goed uit voor het Nederlandse duo. De nieuw Paralympisch record. In totaal 11 WK-medailles, 10 Nederlandse titels. Gouden medaille, vorig jaar wereldkampioen geworden op de weg. Tristan staat in een lift. Maar of ik ooit solo kan fietsen. Dat zou ik echt fantastisch vinden als dat kan. Een man ontwerpt iets op een tablet. Ruben van der Vleuten. Een van de grote vraagtekens eigenlijk ook voor Tristan is van hoe is het nou fietsen zonder een piloot? En de grote uitdaging is dus om samen met Vodafone en een 5G-netwerk dat blinde vertrouwen weer neer te zetten. Slechtzienden zijn heel goed om de locatie van object te bepalen aan de hand van audio. Een man werkt op de computer. We hebben Tristans fiets dus als startpunt genomen. Daar hebben we sensoren opgezet die om hem heen kunnen kijken. Met 5G kunnen we dus razendsnel die sensordata naar de cloud sturen. Daar wordt hij vertaald naar 8D audio. Dat stuurt dan via 5G weer terug naar Tristan. 5G is razendsnel en je kan je voorstellen als die sensoren iets detecteren, dat Tristan dat eigenlijk gelijk moet horen. En daarmee kan hij eigenlijk via zijn oren om zich heen kijken. Een rode gloed omringt de fiets. Tristan is weer in de lange gang. Aan het eind brandt er licht en met zijn fiets loopt Tristan er naartoe. De gang komt uit op een arena waar Ruben de sensorinstallatie op Tristans fiets monteert. Sander van de Zande. Ik vind het hartstikke mooi om te zien dat we dit vandaag kunnen doen. Dit is een voorbeeld van een toepassing, maar zo kun je veel meer kritische toepassingen in de toekomst gaan doen dankzij 5G van Vodafone. Tristan doet oortjes in. Tristan, we zijn vandaag in Alkmaar. Hij gaat straks de baan op met de fiets, waar de sensoren op zitten. En straks krijg je een telefoon mee, een koptelefoon. En als je dan rond gaat fietsen, dan hoor je door middel van 8D audio, hoor je waar de mensen om jou heen zich op de baan bevinden. Dus als iemand dan achter je fietst, dan zul je dat ook echt zo horen door je koptelefoons. En op die manier kun je dus precies horen waar iedereen zit om je heen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Spannend. Hij lacht, klikt zijn schoenen in de fietspedalen en grijpt het stuur stevig vast. Tristan rijdt de wielerbaan op. Het is wazig. Aan de kant kijkt Ruben naar zijn laptop wanneer Tristan een andere wielrenner nadert. Rode radarlijnen laten zien hoe de sensoren de voorligger detecteren. Tristan gaat op zijn pedalen staan en trapt flink door terwijl Ruben alles in de gaten houdt op zijn laptop. Al lachend passeert Tristan uiteindelijk de voorligger. Ja, dit was super vet. Ik heb gewoon zelfstandig kunnen fietsen. Nu fietst hij in zijn eentje op de wielerbaan, terwijl hij met zijn armen op het stuur leunt. Echt heel bijzonder om te ervaren, om zelf te sturen. Een droom die uitkomt, echt fantastisch. Het beeld wordt rood. Beeldtekst. Ready? Vodafone.nl/5G